Reinders. Van den Berg. Ondruif. De diepte. De verre diepte. En hoe diep wordt het? Niet diep genoeg voor Reinders. Een paar jaar geleden, ruim een jaar in Almelo gezeten bij Heracles. Voordeel dat wel snel verdwenen is. Labiat blijft nog even achter. Peck speelt door. Tsibora. Ontbreekt nu zelf Kluiber aan die rechterkant voor Utrecht. Ruimte waar eerst Reinders. Peck wilde dat juist niet. Achterlangs, Reinders, goed gedaan. Met twee benen naar voren als hij kan, dat is niet heel handig hoor. Geel. In en uit. 1-2'tje met Bosdoğan. Inworp is voor Peck. Lennarty, Reinders. Verder heeft deze wedstrijd vooralsnog weinig om het lijf. Een aantal kansjes. Eliano Reinders. Draait in principe de goede kant op. Maar... Flamingo. Raakt die bal half. Dat komt, want hij in het kopduel met Buurmeester. Zijn tegenstander... Tsibora zit niet altijd even lekker in de wedstrijd. Bleek in de eerste helft al. De hoekschop voor FC Utrecht. Seuntjens en Flamingo. Middenvelder. Andere moment van de wedstrijd. Daarna de penalty van Druijf. Flamingo overdenkt. Het is een moeilijk seizoen. Waarin het toch nog misging. Kluiber. Flamingo. Voorzet van Flamingo. Schendelaar heeft hem in twee instanties. Flamingo moet even wachten. Tijd die verder verstrijkt, niet in zijn voordeel. Flamingo blijft liggen bij die doellijn. En dan moet Gerrits het spel stilleggen. Als het om een hoofdblessure zou gaan. Maar het lijkt toch eerder een plekje op de rug te zijn. Nee, hij krijgt die handschoen van Schendelaar wel degelijk even in het gezicht. En dan heb je als een